Woon je in het centrum van de stad Groningen, dan heb je het goed voor elkaar. Voorzieningen als huisartsen, supermarkten en scholen zijn altijd dichtbij. En ze hebben zelfs de beste markt van Nederland. Maar hoe anders is het hier op deze plek in de gemeente Zeewolde? Nou, qua voorziening is het behoorlijk sappelen. Geen supermarkt, geen huisarts en geen school te ontdekken. En dat lijkt ook het toekomstbeeld voor dit Groningse dorp. Het 900 zielen tellende Westerbroek dreigt de enige basisschool te verliezen. De ouders van de laatste 45 kinderen hier op school vinden het maar niets. Nou, vreselijk natuurlijk. Want al onze kinderen zitten op deze school dus. En als dat er niet meer is, dan wordt het een hele saaie bedoeling. Mijn kinderen zijn nu de vierde generatie die les krijgen op deze school. Ja, het zal toch pijn doen. Door het verdwijnen van de school zal het karakter van het dorp en de dynamiek daarin aanzienlijk veranderen. Waarom dan? Nou, omdat de kinderen gewoon een belangrijke rol spelen in het dorp. Sowieso als verbindende factor tussen mensen. Mensen treffen elkaar bij school. Mensen treffen elkaar bij verenigingen die hier heel veel zijn in het dorp. En het brengt gewoon leven in het dorp. En zo zijn er wel meer plekken waar de voorzieningen verdwijnen of al weg zijn. Vogelweg in Lelystad en twee buurten in de gemeente Zeewolde scoren volgens de cijfers van Buurtfacts het slechtst. Alleen is er toch iets vreemds aan de hand, want uit onderzoek blijkt dat de gelukkigste mensen van Nederland wonen in dorpen waar bijna of geen voorzieningen meer zijn. Iedereen zegt dat als ze de school sluiten, gaan we verhuizen. Nou, uit onderzoek blijkt dat niemand dat doet, bijna niemand dat doet. En mensen zeggen ook altijd, als de school sluit, komt hier nooit meer een jonge familie wonen. En dat is ook niet waar. Dus na een jaar is een soort nieuwe situatie gekomen, waarbij de mensen die er zaten gewend zijn. En mensen die er komen, die nemen gewoon de situatie zoals die is. Dus die denken van, nou, ik rijd toch heen en weer van mijn huis naar mijn werk. En dan kom ik zeker vier scholen tegen, dus op één van die vier kan ik ze afzetten. Wilt u wel dicht bij school, super of arts wonen, dan woont u het best in Tilburg Centrum, Duiveleiland in Amsterdam of dus Groningen Binnenstad. RTL Nieuws Buurtfacts keek ook naar de bereikbaarheid van voorzieningen in uw woonplaats. Op onze site rtlnieuws.nl is alles terug te vinden.